De 11-jarige Eve uit Hellevoetsluis heeft nog voor zijn geboorte een herseninfarct gekregen. Hierdoor is hij slechtziend en aan één kant verlamd geboren. Hij heeft dus flinke beperkingen als het gaat om lezen. Maar door een bedrijf waar Lionel Messi ambassadeur van is, kan hij weer zijn eigen schoolboeken doorbladeren door middel van een speciaal apparaatje. En dat werkt zo. Hoe weten we nou welke spelers bij ons team horen? Floris bekeek de grote groep jongens die om hem heen stond. De Orca My Eye is een klein apparaatje die op de bril bevestigd kan worden. Het leest eigenlijk teksten, waardoor het maakt een foto en leest de teksten voor. Voor Yves is het heel lastig om woorden te lezen. En dat verschilt ook per dag, hoeveel energie hij heeft, maar ook de energie die erin gaat zitten om dan die opdracht maar te lezen. Daarna is hij uitgeput, waardoor hij die opdracht niet meer kan maken. Maar ook het boodschappen doen, dat hij soms niet kan zien wat het product precies is. De ruiter chocoladeinvlok, goed puur. Het maakt het leven gewoon een stuk makkelijker. Messi is dus ambassadeur bij OrCam, het bedrijf achter dat speciale apparaatje dat heel veel levens heeft veranderd ten positieve. Hij wil technologische toegankelijkheid voor alle blinden en slechtzienden en heeft zelfs een Dream Team, waar Yves als een van de weinige Nederlanders onderdeel van is. Het OrCam Dream Team is een team van buitengewone mensen met een visuele beperking. We zijn via Koninklijke Visio bij Yves terechtgekomen. Yves is een hele bijzondere jongen die ondanks zijn beperking graag wil voetballen, overal wil deelnemen, met een hele positieve kijk in het leven staat en die past eigenlijk uitstekend in het team. Normaal gesproken wil Messi hoogstpersoonlijk het apparaatje afleveren bij de kinderen. Alleen vanwege corona kon hij niet naar Nederland reizen, maar dat heeft de pret absoluut niet mogen drukken. Maaike Benink, een hele bekende skiester, slechtziende skiester, die heeft de Orca My Eye overhandigd. Eigenlijk zijn ze samen onderdeel van het Dream Team. En dat was voor Yves ook heel bijzonder. Zelfs als het Messi niet was. Ja, precies. En wie weet dat we hem nog een keer mogen ontmoeten.